Annette Baks is onder andere spiritueel consulente. Wat dat inhoudt, dat horen we zo meteen. En Ad Dekker, taekwondo schoolhouder uit Bokstol, heeft een enorme nominatie op zak. Welkom bij Dommeland Live. Nou, de spirit zit er goed in. En over spirits gesproken. Annette, jij doet, vind ik, bijzonder werk voor mensen. Je bent in Liemde geboren en getogen. Zoals veel mensen natuurlijk ook best af en toe de ups en downs meegemaakt. Mm-hmm. Wat doe jij voor prachtig werk als spiritueel consulente in combinatie met kunst? Ja, nou, Brede vraag. Ja, een brede vraag. Mijn beeldende kunst en gedichten, ik schrijf gedichten en ik schilder, ik teken. Dat gaat over mijn passie, over het spirituele leven, je innerlijke leven. Mm-hmm. Zoals we het allemaal overigens hebben. Dus ik ben eigenlijk een hele intuïtieve kunstenaar. Okay. En die wereld van mij, die verbeeld ik dan in kunst. En ja, ik hoop daarmee dat ik jou dan een stukje mee kan nemen in mijn eigen wereld. Als ik het heb over consulten die ik geef, dan ga ik eigenlijk een stukje met jou mee in jouw wereld. Dat is eigenlijk een beetje de richting waar het op gaat. Want je hebt kunstacademie? Ja, ik heb kunstacademie gedaan. Ja, in Tilburg en ben afgestudeerd. En was over een hele leuke opleiding. Ik heb vorige week nog een reunie met medestudenten nog steeds. Dus het was echt een fantastische opleiding. Maar helaas, na anderhalf jaar nadat ik afgestudeerd ben, dan stopte eigenlijk het kunstmaken op dat moment. Omdat? Nou, toen was het de kunst van het overleven geworden. Want je werd ziek. Ja, ik werd ziek. En dat is eigenlijk ook meteen de reden waarom spiritualiteit echt een onderdeel in mijn leven is geworden en nog steeds is. Een leuk onderdeel, helemaal geen zwaar onderdeel, gewoon een leuk onderdeel. Dus dat thema inderdaad van ziek worden en beter worden, dat is echt een belangrijke fase in mijn leven geweest. Ja, mm-hmm. Dat klopt. Je geeft aan, spiritualiteit is, zo lees ik het dan in jouw woorden, voor mij de manier geworden om de kracht in het leven weer te vinden, op te staan. Hoe moet ik dat zien? Spiritualiteit is natuurlijk een heel ruim begrip op zich. Maar voor mij is dat, houdt het in gewoon je innerlijke wereld. Dus als we het hebben over het hart, of de ander noemt het de essentie, de liefde, het goddelijke, de ziel. Eigenlijk... Het wezen. Het wezen. Wat we allemaal natuurlijk gewoon in ons hebben. Alleen, kijk... Als beeldend kunstenaar, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Van Gogh. Hè? Die heeft natuurlijk zijn passie voor de zonnebloemen en de landschappen. En ja, mijn passie zit gewoon in dat innerlijke leven. En dat komt echt omdat ik gewoon natuurlijk twee keer toch met de dood geconfronteerd was. Mm-hmm. Jarenlang herstel zo levenslust terug had gekregen, maar ook zo'n ontzettend bewust zelfbeeld heb gekregen, dat ik dacht van, oh wauw, daar ga ik gewoon wat mee doen. Daar kan ik niet omheen, weet je. Dat is een deel van mij geworden. En dat heeft zich dan vervolgens in de kunst wederom geuit. Maar ook inderdaad, als ik consulten geef, dan probeer ik een ander letterlijk terug te brengen bij hun hart of hun ziel, zingeving. En doe je dat door middel van de kunst of doe je dat door middel van gesprekken? Beide. Iemand kan natuurlijk bij mij een consult nemen en dan is het door middel van gesprek, maar ook letterlijk naar binnen gaan. Want het is gewoon de innerlijke wereld waar we dan mee te maken hebben. Maar ook inderdaad, mijn kunst en gedichten kunnen ook heel tot inspiratie leiden. En wat ik vaak hoor, is dat mensen zich herkennen in mijn eigen wereld. Oh, kijk, we zien hier een van jouw schilderijen, neem ik aan. Hè? Ja. Wat kun je daarover vertellen? Is dit een opdracht? Gaat dit over iemand of is dit iets wat in jou... Dit is echt naar aanleiding van wat ik zelf... Mm-hmm.
intuïtief schilderen. Je moet je voorstellen, ik ga gewoon zitten en ik stel me letterlijk af op mijn hart of mijn gevoel. En dan, ja, dan komt het gewoon uit mijn handen, dan schilder ik. Is het dan anders dan in die periode dat je op de kunstacademie zat? Ja, dat is wel anders. Vertel eens. Omdat ik toen wel meer vanuit bepaalde thema's werkte. Dus echt vooropgezet of vanuit een opdracht. En zoals ik nu werk is het echt heel intuïtief. Ik denk bijvoorbeeld wel, of ik stel me wel af op een bepaald thema, kan ook nog wel. Maar het is echt, ik weet nog niet wat er gaat ontstaan. Nee, wat, ontstaat wat eruit wil komen. Ja, ja. Dan stroomt en dat vind het. Ik dus heel fijn. Ik hou van vrijheid, sowieso. Dus als dat dan puur intuïtief naar buiten komt. Ik vind dat mooi. Wat wel, moet ik wel zeggen. Ja. Kijk, even nog een mooie. Ja, maar ik gebruik wel verschillende technieken. Dus hier zie je bijvoorbeeld onderdelen die ik heb geschilderd of getekend. Ja. Vervolgens heb ik ze weer met de computer verwerkt en bij elkaar gezet. Dus dit is echt mixed media, dit. Ja. Oké. Van alles door elkaar. Ja. En thema, ik weet niet of je net ook... Thema is echt wel de essentie bij mij. Dat zie je. Kern, wezen, ja, dat soort thema's vind ik gewoon heel inspirerend. Ik kan me voorstellen, Ad, dat bij jou ook wel iets raakt vanuit jezelf. Dingen eruit werken, in je kracht staan met de sport taekwondo. Ja. Zit ik dan goed? Ja, dan zit je goed. Dat stukje wat Annette vertelt over dat innerlijke, die innerlijke geest zeg maar naar buiten krijgen. Ja, ja daar hebben wij ook al mee te maken. En dat bied ik ook aan iedereen. Probeer ook jezelf te ontdekken. Mm-hmm. In de spirituele zin, maar zeer zeker ook in de fysieke zin, zeg maar. Ja. Dus wel het mentale als het fysieke moet samenkomen. Ja. En dan krijg je een mooie balans. Even terug naar mijn aankondiging met een hele ingewikkelde award, vond ik, om dat zo even uit te spreken. Vertel eens wat er binnenkort gaat gebeuren. 13 april, denk ik. 13 april aanstaande ben ik opgenomen en word ik gehuldigd in de International Martial Arts Hall of Fame. Dat vindt plaats in Asperen. En dat is een nominatie die gecreëerd is door omstanders, of tenminste mensen vanuit de martial arts wereld. Dat is, maar hebben we het dan over Amerika? Nee, we hebben het over Europa. Europa, oké. Nederland, okay, maar Europa breed. Er komen overigens mensen wel uit Amerika. Heel veel landen. Amerika, Duitsland, Engeland, Ierland. Ik weet het allemaal niet. Uit 30 landen komen er mensen die genomineerd zijn. En nu dus ook worden opgenomen in deze Martial Arts Hall of Fame. Nou, je kijkt er ook lekker blij mee. Ja. Mooi. Ik ben blij natuurlijk. Ja, want je wordt genomineerd. Dus er zijn dus mensen die heel erg geloven in en ik kan me ook voorstellen, in wat je al die jaren hebt gedaan en wat je nog steeds doet. Ja, dit is vanuit de organisatie zelf. Die heeft men dus vanaf de zijlijn in de smiezen gehouden. Van joh, wat doet hij nou eigenlijk allemaal? Wat kan hij betekenen? Niet alleen martial arts, maar wat betekent je voor die ander? Wat is dat martial? Martial arts, dat is eigenlijk een kunstvorm, zeg maar. Oh. Waarin, want we hadden het er straks over met Annette ook, kunst. Ja, voor de uitzending. Ik beeld ook een kunst uit. Ja. Maar in de breedste zin van het woord. Dus de ene die zal... boksen, hapkido, aikido, penjaxila, taekwondo. Dat zijn allemaal vormen van kunsten die je, die je leert zeg maar, om jezelf te kunnen verdedigen. Maar ook te kunnen aanvallen bij nood. Mm-hmm. En dat in de brede zin van het woord. En al die termen die jij net noemde, waar ik geen balverstand van heb... Dat heb je allemaal beoefend en doorlopen? Nee, en ik heb er wel enkele van beoefend. Niet allemaal, want... Dan zou ik echt van in de 7 dagen weer tekort komen, hè, van de week. Ja. Maar het hapkido, het taekwondo, het boksen, het zelfverdedigen. Ik ben begonnen met judo, jiu-jitsu, tangsudo. Dus ik heb een behoorlijke ervaring. Een stuk penjaxilat heb ik een paar jaar gedaan. Dus, Me ook helemaal niks. Nee, maar het zijn allemaal martial arts vormen. Aha. Ter behoeve van de zelfverdediging. Hoe ben jij hiermee begonnen? Ik ben 1980 begonnen, eigenlijk door mijn vader. Ik was vroeger op zijn bokser gezegd een druk manneke. Oh. En ik kom uit een gezin met een paar kinderen. En dan moest je toch altijd een paar? Wel... Nou ja, een paar. Hoeveel? 4. Ja. En dan moest je toch... Nou, eigenlijk 5. Ja. maar goed, dan moest je jezelf altijd wel
ja, te gelden laten. Ja, en jij praat heel rustig. Ja. Komt dat dan door, past dat dan ook in het gezin? Dat je dan minder op de voorgrond was? Had jij dat toen ook? En dat je daardoor een vorm hebt gevonden om... Misschien. Ik was natuurlijk van nature was ik al vrij druk en wilde ook de aandacht hebben. Oh, ja, ja. En in een groter gezin is dat best moeilijk om de aandacht te krijgen. Ja. Dus dan ga je jezelf afzetten. Mm-hmm. En toen zei mijn vader, ja, je bent zo'n druk baasje en ik zal juist iemand toebrengen. Die kan je wel temperen. Nou, dat is, praat ik over 1980, dus dat is bijna 45 jaar geleden. En sinds die dag beoefen ik deze sport. Was je meteen verkocht? Meteen. Oh ja? Eerste training. Vertel eens, hoe ging dat, zo'n eerste training? Ja, die weet ik nog wel. Ik kwam binnen als broekje van 11, ik moest 12 worden. En ik zag de discipline in deze sport, die ik nodig had. De structuur, de discipline. Ik kon mezelf uitleven in de breedste zin van het woord. Ik mocht rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan van Herman van Veen. Dat mocht ik allemaal. En ik was meteen verkocht. Ik dacht, ja, dit is het. Hier kan ik mijn ei kwijt. Later ook het spirituele aspect, toen ik ouder werd. Mm-hmm. Dus ja, dat was een enorme mooie aanvulling voor mijn zijn. Heel mooi. Ja. En nu zijn al die jaren die je erin gestoken hebt, al jouw... Het is niet onopgemerkt gebleven. Nee. Dat was het eerder ook al niet. Maar dit is natuurlijk een andere, ja. Een andere nominatie. Ja, heel mooi om te horen. Ja. Ik vind het ook bijzonder dat er zijn toch nog voor mij doen niet zo heel veel mannen die over spiritualiteit praten. En dat in combinatie met zo'n sport vind ik heel erg mooi. Ja. Ja. Kenden jullie elkaar al net? Nee. Nee. Oh, dat is wel apart nu. Vind ik heel leuk. Ja. Zoals jij je passie hebt gevonden, ik vul het in, hè, dus dat is niet heel netjes, maar dat kan. Heb jij nu je passie gevonden in wat je nu en op welke manier jij werkt nu met je zijn en met je kunst en met je spiritualiteit? Ja, ik vind, ik voel me echt heel happy. De manier waarop dat nu gaat, inderdaad, dat ik daar de tijd en... de energie voor heb om die innerlijke wereld van mij gewoon letterlijk op papier te zetten. In woord en in kleur en vorm. Ik word daar gewoon heel, heel blij van. En met name omdat, kijk, als ik mijn zintuigen zo gebruik, zie ik jullie. Mm-hmm. Maar als ik mijn zintuigen naar binnen richt, en dat is wat ik dan doe. Ja, dan zie ik natuurlijk nog veel meer. Dan kijk ik naar binnen, dan voel ik naar binnen. En dan krijg je gewoon gevoelens als, het klinkt heel gelukzaligheid, ik noem maar wat. Dan denk je, spiritueel. Nee, dat is gewoon een heel dagelijks iets wat je gewoon echt kan voelen. En, dus in die zin levert zeg maar, de kunst voor mij gewoon heel veel plezier op elke dag. En het schrijven ook. Maar er zijn ook weken dat ik helemaal niet schrijf of niet schilder. Dan voelt het gewoon, dan is die driver niet. Maar er zijn ook weken dat ik gewoon niet kan stoppen. Dan moet ik gewoon door. Ja, zo werkt dat bij mij. Dus als je lekker in verbinding staat met jezelf. Ja. Dat is voor ieder mens eigenlijk het fijnste wat er is. Want dan schat ik in, kom je in je kracht. En dan komt eruit wat erin zit. En dat is natuurlijk bij iedereen anders. Vind ik wel mooi om te horen. Ja, wat ik dan zelf nog wel heel leuk vind, is eigenlijk als je het hebt over gevoel, hè, of die naar binnen kijken, je innerlijke zintuigen. Ja, ga dat maar eens even verbeelden dan. Hè. Ga dat dan maar eens op papier zetten. Dat vind ik dan ook wel weer heel erg leuk, omdat dat en een uitdaging is, maar ook een soort flow is gewoon. Het gaat vanzelf. Wat ik wel altijd doe, is als ik iets schilder, dan heb ik wel mijn eigen handschrift. Het is, ik schilder bijvoorbeeld ook portretten voor anderen. Kijk, we hebben hier nog een. Ja, dit is dan een combinatie van tekenen, schilder, textiel. Ja, ik ben altijd van de combineren dingen. Mm-hmm. Je hoeft ook niet in een vakje gestopt te worden. Dit heb ik genoemd de essentie van liefde. Het is overigens letterlijk gelaagdheid. Dus ik kan ook dingen aan de muur hangen, maar ik kan ook dingen letterlijk neerleggen, stapelen. Dus voor mij is het niet zo dat een kunstwerk alleen aan de muur hoeft te hangen. Dat is voor mij interpretabel hoe dat zich opbouwt. Ja. Wat heeft het je gebracht tot nu toe? Je gaf net al aan van, ik voel me dan gelukkig. Je hebt natuurlijk heftige jaren achter de rug, hè? Dat het überhaupt... De vraag was, ben ik er straks nog? Ja.
Ja, nou ja, goed, wat ik al zei. Ik was afgestudeerd op de kunstacademie. En ongeveer 1,5 jaar later kreeg ik het horen dat ik dus borstkanker had. Mm-hmm. Eerst linkszijdig, 1 jaar later rechtszijdig. En dan dacht ik van, oh, wow, dit gaat helemaal niet goed. 50, ja. Ja, en dat, dus ik begon van kunstenaar naar de kunst van het overleven. Zo noem ik dat dan maar. Uiteindelijk is dat een heel lang proces geweest, mm-hmm. maar... Ik ben er alleen maar heel rijk uitgekomen. En toen ben ik uiteindelijk helemaal toch in dat geneeskundig, genezen, herstellen terechtgekomen. Dus ik ben inderdaad coaching en noem maar op, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment moest ik toch weer gaan creëren. Het kwam dat toch weer terug. En nu combineer ik dus eigenlijk de twee dingen, ja. Dus ik zeg altijd, ik ben een soort relatietherapeut. Want ik probeer als mensen bij mij komen de relatie met zichzelf te herstellen. Mm-hmm. En ik ben beeldend kunstenaar, dichter. Dus mijn wereld, zeg maar, die probeer ik dan ook naar buiten te brengen. Of dat doe ik gewoon. Ja. En ik zeg altijd, wat ik op papier zet, kun je jezelf ook in herkennen. Ik bedoel, mm-hmm. dus ook jouw wijsheid, jouw schoonheid of jouw ware natuur, wat je maar wil. Ja. Bij jou is dat natuurlijk minder aan de orde. Bij mij de vraag, want je hebt ook een filmpje voor ons meegebracht, in ieder geval een video. Mm-hmm. Even kijken of we daar dan kunnen... Ja, kijk, hier hebben we hem. Vertel eens wat we zien. Er is een leerling die haar technieken aan het verbeteren is in kracht, snelheid, balans. En zich gewoon aan het voorbereiden is, zeg maar, op hetgeen wat er kan komen in dit geval de wedstrijden. En het shapen, zeg maar, van de technieken. Mooi hoor. Ja. Ik vind het er heel mooi uitzien. Ja. Heb ik het dan een beetje goed? Nou, het is een kunst. Het is een kunst om dit te beheersen. Om je lichaam zo ver te krijgen dat je dat doel kan, in dit geval het kussentje, kan raken. En in werkelijkheid is het het lichaam van de tegenstander op een semi-contact manier. Dus wel raken, maar niet pijnlijk. Niet pijnlijk. Maar wel raken. Dus ja, dan moet je een hele goede balans en vooral beheersing voor hebben. Mm-hmm. Want iemand raken op het lichaam, dat is niet het probleem. Dat kunnen we allemaal leren. Mm-hmm. Maar om te zeggen, ik raak jou met zo min mogelijk kracht tussen haakjes. Ja, dat is wel een kunst. Moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. Want dan kom je volgens mij ook jezelf heel erg tegen als sporter. Ja, maak het sport. Ik noem het maar sport. Het is een way of life. Ja. In de vorm, in ieder geval als je het heel wat jaartjes doet, dan is het een way of life geworden. Ja. En dan is het geen sport meer. Nee, dan is het een belevenis die jij, wat Annette doet, zeg maar, in haar kunst. Ik kan me maar heel weinig weken voorstellen in mijn leven dat ik niet getraind heb. Ja. Dus dan wordt het een way of life. Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja. Aan dat proces, dan komen natuurlijk de leerlingen zichzelf ook gigantisch tegen. Daar hebben we het weer, zowel mentaal als fysiek. En opgeven is bij ons geen optie. Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. En dat mensen soms niet proberen om ergens te stoppen. Mm. Maar dan gaan we zover dat we die toch weer uit dat diepe dalletje halen. Om zichzelf te kunnen verbeteren. En doe je dat met gesprekken? Of? Ja, met gesprekken. Ja, gesprekken. Dat kan 1-op-1 zijn. Dat kan in het algemeen zijn. Dat kan zijn met een meeting. Mooi hè? Ja. Dus jullie zijn ook allebei mensen die nu aan tafel zitten. Die het... dan toch wel heel erg fijn vinden om de ander vooruit te helpen in het leven. Dat is in ieder geval mijn taak. Daar ben ik voor hier. Oké. Ja. Dat is een mooie overtuiging. Ja, absoluut. Geldt dat ook voor jou, Annette? Nou ja, zeker. Ik hou heel erg van inderdaad zorg dragen. Ik wilde namelijk in eerste instantie arts worden. Ah. En ik was uitgeloot voor de studie geneeskunde... En toen dacht ik, maar dan ga ik ook helemaal iets anders doen. En, uit eigen wijsheid of uit baldadigheid? Of? Ja, dat is gewoon omdat ik dat voelde. Denk, nou, dan is dat dus niet bedoeld. En dan volg ik mijn gevoel. Ja. En dan ga ik dus ook echt iets anders doen. Waar ik gewoon ook mijn passie in kwijt kan. En toen wilde ik toch beeldende kunstenaar worden. En zo is dat uiteindelijk. En daar werd ik... Nou, het is grappig, want de geneeskunde had ik altijd gedacht. Uitgeloot. Ja, ga je in 1 keer naar de kunstacademie. Denk je, moet je ook selectie door? Nou, werd ik op beide academies aangenomen. Dus toen dacht ik, dat is ook een teken. Sowieso van, nou... En ik had ook echt wel een passie uiteindelijk daarvoor, hoor. Zeker. Mooi.
Ik vind het prachtig om twee totaal verschillende dingen, en dat het eigenlijk heel kort door de bocht altijd op hetzelfde neerkomt. Als je het van binnen voelt, dan klopt het. Ja. En ga dat doen en doe dat dan. Je hebt ook een hele andere kant, Annette. Ja. Want wij zagen jou natuurlijk van de week bij de voormalig co-op in Liemt. Ja. Want jij hebt ook een zakelijke kant dan. Ja. Ja, ik ben echt afdeling spiritualiteit en creativiteit. En ik ben echt zakelijkheid en in de realiteit, in het aardse. Ja. Ja. Het was een hele toestand. Ja. Ik woon in Liemt. En we waren natuurlijk allemaal verschrikkelijk benieuwd wat er zou komen. Dat is geregeld. Heeft het jou veel gedoe gekost om dat allemaal te regelen? Want waar vind je nou, ja, even snel. Ja. Waar vind je nou zo snel zo'n keten die je in Liemt of all places wil komen? Nou, op zich vond ik deze partij heel snel. Ja, want even voor de duidelijkheid, ik onderbreek jou. Ja? Jij bent mede-eigenaar van het pand. Nou, mijn moeder is de eigenaar. Oh, de moeder, ja, oké. Okay. En die is 92 en ik doe het vastgoedbeheer voor haar, ja. En, maar goed, mama doet natuurlijk, ja. Ja, dat snap ik wel. Maar als zij iets nu wil, dan gaat het ook niet door, hoor. Dan kunnen wij nog zeggen van... Kijk even naar de vrienden. Ja, mijn moeder is echt bij de pinken en die weet echt wat ze wil. Maar ik doe het vastgoedbeheer, inderdaad. En die partij, ik had meteen vrij snel heb ik een aantal partijen gebeld. En om mee om de tafel gaan zitten. Maar goed, dan heb je een partij en die is echt geïnteresseerd. Maar dan is het nog niet in kan en kruiken. En ja, dus... Achter het scherm is gewoon ontzettend veel vergaderd. Overleg. Maar je hebt gewoon vier partijen. Je hebt de partij die eruit gaat. Je hebt een nieuwe partij, een nieuwe ondernemer. Je hebt natuurlijk een enorme verbouwing. Allerlei wetten, regels. Dus het was echt een complex gebeuren. En mijn beeldende werk heeft inderdaad... een stap naar achter, omdat dit gewoon voorging. Ja. Ja, ja, maar het is ook prima, hoor. Ik ben alleen maar heel blij. Ja. Want het is ook creëren. Je creëert gewoon een nieuwe winkel in feite ook. Ja. Nou, ik ben super benieuwd en heel erg blij. En ik heb er een goed gevoel. Ja, het wordt heel mooi. Super. Ik las het in de krant, dus... Ja. Ja, ik denk dat de Liemdenaren nu wel erg blij zijn. Ja, ik heb ook het idee. Het wordt een hele mooie winkel en iedereen kan mooi als een boodschappen komen doen. Dat is prettig, hè? Ja. Jij hebt naast jouw taekwondo natuurlijk nog andere dingen? Ja, ik heb gewoon een baan. Gewoon een baan? Ja. Oh, heel gewoon. Ja. Vertel. Ik werk als accountmanager bij een automotive bedrijf. En... dan probeer ik mensen te overtuigen van de producten die wij verkopen. Ah ja, gast. Die ik met name aanbied dan, als het ware. Dus, ik vind dat... Wat jij niet leuk vindt, nee, vind ik wel heel leuk. Leuk. Ja, goed zo. En dat doe ik al meer dan 30 jaar. Zit ik in de sales. Ja. Nou, ja. Had ik niet verwacht. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar ja, goed, er moet brood op de plank, hè? Absoluut. Ja, ja, dat is het hem, ja. Want even daarover, want je bent iedere dag in de school te vinden natuurlijk. Een paar dagen in de week, niet iedere dag, okay. Maar wel een paar dagen 6. In de week. Nou, laat ik zeggen dat ik er 5 dagen mee bezig ben. Ja, dat sowieso, ja. Hè? Buiten de trainingen om hebben we ook de wedstrijden, nationaal en internationaal. Mm-hmm. Seminars die ik mee verzorg. Ik zit in meerdere organisatiestructuren. Komt veel bij kijken, hè? Ja, het is niet even lesgeven en naar huis. Nee. Want mijn telefoon staat 24/7 aan. Ja. Dus ja. Hoeveel leerlingen heb je ongeveer al die jaren? Kun je een grove schatting maken? Een paar duizend. Zo. Ja, ja, prachtig. Ja, absoluut. Ja. En binnenkort is dat de grote happening. Ja. Ben je dan zenuwachtig voor zoiets? Nee. Nee? Nee. Dat klinkt misschien arrogant, maar nee. En jij wordt dus ge... ja, hoe komt er dan een bord ergens te halen? Ja, of hoe gaat dat? Ja, wat heb je nou, je wint een award als, international martial artist. En misschien wel als best instructor of ik weet maar het zelf weet ook niet. Dat weet je nog niet, want er zijn meerdere categorieën, las ik. Ja, er zijn meerdere categorieën. Ik bedoel, ik doe dit nu bijna 45 jaar. Er zijn ook mensen die gehonoreerd worden met 25 jaar. Dus ze zullen wel een scale hebben van brons, zilver, goud, platinum, zoiets in die zin. Het is net zo'n verrassing als voor iedereen. Dus, maar je vindt het niet spannend?
Dat vind ik wel heel knap. Vind ik heel stoer. Lijkt me doodeng, hoor. Ja, ja. Ik ben niet zo heel vlug angstig of zenuwachtig. Oh, mooi. Kan ook een valkuil zijn natuurlijk, maar dat had ik als kind al. Ik vind het super eer. Ik ben er hartstikke blij mee. Ja, tuurlijk. Maar dat ik nu zenuwachtig ben om daar naartoe te gaan, op het podium te staan. Ik bedoel, ik sta heel de week voor de klas. In de avonduren en in de weekenden dan. Ja, dat is dus, ook wel. Ja, en ik geef grote trainingen ooit aan honderden mensen. Dus, ja, ben je ook ooit, of ben je dat nog, bondscoach? Ik ben 8 jaar bondscoach van Nederland geweest. Zo. Ja. Weet je wat mij nou opvalt? Is dat op de Nederlandse tv, kan aan mij liggen. Ja, wanneer ik dat kring aanzet, is het altijd voetbal. Dat is ook wel oké. Okay. Ja. Maar dan vind ik toch ook wel sommige dingen dat ik die dan mis. Nou, dit heeft puur met commercie te maken. Ook weer het geld. Altijd het geld. Als het niet aantrekkelijk genoeg is voor uitzending, dan wordt het niet uitgezonden. Dus geld is hier ook een hele grote kwestie. En dat is mijn privéleven. Mijn privéleven ben ik commercieel. Mm. En werk ik met geld en contracten enzovoorts. En privé ben ik dit. Dus dan ga ik weer naar het innerlijke van mezelf. En hoe is dat bij jou, Annette? Ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar, hè? Mm. Ja. Dat inderdaad, dat vastgoedbeheer, dat komt vastgoed, zeg ik altijd. Maar het is een hele klus en dat gaat echt over contracten, overleggen, offertes, juristen. Dat is een hele andere wereld als de wereld als ik gewoon echt ga zitten en echt met mijn hart en mijn ziel verbindt en gewoon ga creëren. Dat is een totale andere energie. En ja, wij zijn denk ik veelzijdig. Ja, dat is een veelzijdigheid. Dat is wel mooi. Ja, we pinnen ons niet vast op één dingetje. Nee. Of één onderdeeltje. Heerlijk. Je kunt alle kanten uit. Ja. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie komst aan deze studio. Voor jullie fijne aanwezigheid. Ik wens jullie ook alle plezier en succes en passie in het verdere leven wat er nog komt. Ik bedank ook het gezellige publiek wat jullie hebben meegenomen. Jullie thuis, dankjewel voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Hey.